man vandaag had je mezelf op maat houdt een lolly hanger zien. Maak ik van mijn tweede kanaal. Dus het is wel interessant om te zien hoe ik het in elkaar zet. Hoe ik het in elkaar leg. Maar maakt niet uit. Verder ga ik gewoon fluisteren over het omgaan met groepsdruk. Ik ben zelf mijn eigen baas. Ik heb geen last van groepsdruk. Omdat ik niet heel graag naar meningen luister van een groep. Waarom daartoe te behoren. Ik vind dat het belangrijk is om naar jezelf te luisteren. En te kijken naar wat goed voor jezelf is. Sterker als mensen tegen mij zouden zeggen. Joh, als je dit en dat doet om tot deze groep te behoren. Ja, dat hoef ik niet. Want ik kan zelf bepalen. En ik wil voor mezelf bepalen. Vanuit mijn eigen vrijheid om dingen te doen. Wat ik leuk vind. Ik hoef nergens bij te horen. En als mensen zeggen, ja, zo werk ik nou eenmaal. Nou ja, dan zeg ik ook, zo werk ik nou eenmaal. Ik hoef niet altijd naar andere mensen te luisteren. Al gaat het om collega's, dan moeten we gewoon goed kunnen afstemmen hoe wij samen gaan werken. En niet door iemand anders te laten bepalen hoe jij je ding gaat doen. Oké, zo ben ik. Nou, maakt niet uit. Ik vind een eigen mening heel belangrijk. Alleen maar mee ingaan met een hele groep om dingen te doen, is gewoon niet mijn ding. Ik vind als 20 mensen naar links gaan, mogen ook 30 mensen naar rechts. Gaan 30 mensen het water inspringen. Ja, dat betekent ook niet dat ik het water ook in ga springen. Ik vind mijn eigen vrijheid en mening heel belangrijk. En ik laat het door niemand bepalen. Ik vind dat je gewoon voor jezelf moet gaan zorgen en voor jezelf mag opkomen. Als het er natuurlijk tijd is als mensen denken van, hey, het is heel makkelijk. Nee, het is niet makkelijk om mensen over je heen te laten lopen. Want je laat je eigen mening horen en komt op voor jezelf. Laat je eigen mening horen van wat je eigenlijk vindt. Zo zie ik het. Het is mijn vrijheid om te bewegen hoe ik me wil. En ook uiten hoe ik me wil. En ik laat het door niemand bepalen. Zo hoort het ook. En ik vind dat jij dat ook zo mag bepalen. Hoe jij je leven wil gaan leiden. Vergeet niet om voor jezelf te zorgen. Want het belangrijkste is toch ook aan jezelf denken. En niet alleen maar om te kijken van wat een ander belangrijk vindt. Mensen kunnen wel belangrijk vinden wat zij zelf belangrijk vinden, maar kunnen het niet bepalen voor iemand anders van wat zij dan belangrijk vinden. Snap je? Ik bedoel, wat ik belangrijk vind voor mezelf betekent niet dat het belangrijk is voor mijn moeder of voor mijn collega of voor iemand. En verder wil ik je vertellen dat je niet onafhankelijk moet opstellen en te leunen op de mening of expertise van de groep mensen waarin je op dit moment bevindt. Probeer aan jezelf te werken en te kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik mezelf sterk maken? Hoe kan ik trainen zodat ik ook iemand kan worden om succesvol te zijn? Er zijn genoeg dingen om aan jezelf te kunnen werken. Er zijn genoeg dingen om te kijken van hoe kan ik beter in iets worden? Hoe kan ik me specialiseren? En zo kan je ervoor zorgen dat je mentaal vooruit gaat. Mentale training zorgt dat je mentaal sterk wordt. Het is niet alleen in het leven om te zorgen van, hey, hoe kan ik binnen een groep of een organisatie binnenpassen, zodat ik kan leunen op andere mensen. Nee, je moet juist kijken, hoe kan ik zorgen dat ik zo sterk word, dat mensen mij nodig hebben. En te kijken van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mentaal vooruit ga, zodat ik dingen aan kan en dat ik niet alleen maar kijk van, hey, help, wat moet ik doen? Nee, op het moment wanneer je mentaal sterk bent, mentaal vooruit kan, dan weet je gewoon hoe je dingen moet gaan aanpakken en weet hoe je dingen gaat oplossen. Kijk naar mogelijkheden, omdat jij mentaal sterk bent, zodat je mentaal vooruit bent gegaan, betekent dat je mentaal ook vol kan bereiden op onvoorspelbare situaties, want je bent erop getraind. En als je erop getraind bent, dan ben je voorbereid. Ben je kijken van op een rustige manier hoe je dingen kan oplossen. Dus ja, en ik wil jullie ook laten weten dat het heel belangrijk
is om te kijken van wat je op dit moment kan. Wat kan je op dit moment, wat kan je verbeteren? Waarin kan jij vooruit gaan? Wat zijn jouw sterke punten? Probeer daarin te specialiseren, zodat je mentaal dan sterk vooruit kan gaan. Het is niet heel makkelijk, maar ik wil jullie vertellen dat dit leven geen makkelijke dingen zijn. Want kies je voor een makkelijke weg, zou je op een lange termijn weer moeilijk moeten doen om te zorgen dat je weer aan de slag kan. Want kies je altijd voor een makkelijke weg, moet je altijd weer, kom je vast wel weer moeilijke dingen tegen. Want het is niet zo van, ik kies voor een makkelijke weg. Nou, ik doe geen moeilijke dingen. Nou, er komen er moeilijke situaties. Heb je altijd makkelijke dingen gedaan? Kan je gewoon moeilijk met de moeilijke situaties omgaan? Zo zeg ik, bereid je mentaal voor op moeilijke situaties. Ga uitdagen niet uit de weg, want je weet dat ze er komen. Je weet dat er uitdagingen zijn. Wees erop voorbereid, wees erop getraind en ga ervoor. Ga de uitdaging aan, bereid je mentaal voor. Zorg dat je mentaal vooruit gaat en wees niet bang om het uit te proberen. Nou, ik heb jullie laten zien ook houten lollipophanger eruit ziet. Laat ik jullie in hoe het eindresultaat eruit ziet. Het is hartstikke leuk om zoiets zelf te maken. En mensen, ik wil jullie een fijne avond en een fijne dag wensen. Of een fijne nacht. Dus ik zie jullie. Oké.